beginnen met eigenlijk wel de bekendste oefening voor wat betreft de benen. En dat is de squat. Kantel mijn bek een beetje. Ik doe net alsof ik op een stoeltje ga zitten. Ga langzaam zakken. En uiteindelijk kom ik hier in een positie. Duw mijn knieën een beetje naar buiten. Voordat we verder iets gaan doen, gaan we gewoon eens kijken of je in deze positie überhaupt kunt komen. Of je een beetje diep kunt komen. En of je nou hier zit of hier zit, dat maakt niet zoveel uit. Dus dat gaan we eerst eventjes gewoon proberen om zo te zitten. Al is een seconde of 20, 30. En hem vast te houden. Goed, als je dus goed down in the hole kan zitten, zoals het heet, dan gaan we hem dynamisch doen. We gaan een beetje op en neer stuiteren. Oké, voeten iets wijd. Ik duw mijn billen wat naar achter. Ik doe net zoals op een stoeltje gaan zitten. Terwijl ik zak, gooi ik mijn armen omhoog en mijn knieën stuur ik mee, mijn voetlijn. En dan kom ik omhoog. Dus terwijl ik omhoog kom en Marienke ook, gaan onze armen omlaag. Zakken weer. Langzaam zakken. Sneller omhoog. Handen in de nek kan ook. Langzaam zakken. Snel omhoog. Langzaam zakken. Snel omhoog. Maar we kunnen natuurlijk ook het tempo opvoeren en gelijkmatig houden. Omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog.